hele goede middag. Dag meneer Buma. Mag ik instappen? Ga erin, kom erin. Dankjewel. Dag Rutger. Goeiedag. Hoi. Waar gaat de reis naartoe? Naar Delft, naar de Prinsenhof. Nou, dan gaan we daar naartoe. Wij komen elkaar natuurlijk vaker tegen, hè? En zeg ik toch eigenlijk altijd wel u. Maar is dat, ik vind u ook wel een u meneer eigenlijk, als ik heel eerlijk ben. U heeft wel het voorkomen van een u. U meneer. Ja, vind ik eigenlijk wel. Maar als ik je mag zeggen, ja? Dan mag jij het bij mij natuurlijk ook. Ja, oké. Okay, nou, wat mij betreft kan dat. Ja, wat mij betreft ook. Ja. Dus je, meneer Castricum. De kleintjes. In hun gele hesjes overigens. Ja. Ja. Iedereen wordt klaargestoomd voor het gele hesjesprotest. Ja. There's a place not too far away. And a house where we can stay. Voorburg. Ja. Je woont hier, hè? Ja, ik woon in Voorburg. Het is wel een beetje kak, hè, hier. Voorburg. Voorburg, ja, ja, ja. Ja, toch? Ja. Voel je dat prettig? Tussen de kak? Nou, dit is ontzettend fijn wonen. Trouwens, Voorburg... Ben je zelf ook een beetje kak eigenlijk? Nou, dat moet jij beoordelen. Volgens mij valt dat wel mee. Maar wel een nette heer. Maar dat is iets anders. Ja. Toch? Jawel. Het is toch ook een beetje een dorp met zijn markt op zaterdag. Daar ga je ook heen? Ik ga niet zoveel heen. Mijn vrouw gaat er vaker heen. Is het traditioneel binnen Huize Buma? Traditioneel verdeeld? Nee, beide werken. Ja? Ja. Maar het is wel zo dat doordat ik zo'n extreem drukke baan heb. Ik kan moeilijk zeggen, ik ga 4 dagen werken. Dan zou ze bij de fractie gek staan te kijken. Papa dag. Nee, het zit er niet in. Daardoor heeft mijn vrouw de afgelopen jaren wat minder uren gewerkt. Ja, ja. Maar we werken allebei. Ja. En vind je het leuk eigenlijk, dat harde werk? Ik zou ook niet zonder druk werk kunnen. Ik zou daar ook niet... Nee, ik moet toch echt wel voortdurend het gevoel hebben dat ik met iets bezig ben wat het toe doet. Waar ik echt het gevoel heb, dit is... Zo zit ik echt in elkaar, een bijdrage aan de samenleving. Een bijdrage aan de samenleving? Want jouw vak, ook bij mij, komt ijdelheid natuurlijk ook wel om de hoek kijken. Nee, ik durf echt te zeggen, dat zit niet in mij. Maar als je niet ijdel bent, stap je toch ook nooit naar voren? Dat is wel leuk dat je dat vraagt, want dat is bij mij absoluut een van de dingen dat het voor mij onnatuurlijk is, als mens, om naar een camera toe te stappen. Dus het is überhaupt voor u onnatuurlijk om een camera af te stappen? Ik dacht dat het altijd aan mij lag. Ja, maar bij jou is het extreem. Bij jou is het extreem. Ja. Toen je Kamerlid was bij het CDA, dat is de eerste keer dat wij elkaar hebben ontmoet. Kan je dat nog herinneren wanneer dat was? Nee, dat was? Absoluut niet. Waar was dat mee? Weet je dat nog? Ja, het staat er op de iPad. Weet je het zien? Ja, dat is vast geen feest. Nou ja, het geeft wel aan wat er allemaal veranderd is. Van bij ons allebei, hè? Of zeg je, kijk maar niet, of zeg je van... Nou, ik vond het nog wel meevallen. Maar het is wel heel grappig dat je kan zien hoe het veranderd is. Het had te maken met Verhagen die zijn speech had laten schrijven, wel al dan niet, hè, door ambtenaren. En daar ging het over. Hoe kijkt u er nou tegenaan dat het CDA ambtenaren inzet voor de campagne? Volgens mij gebeurt niks anders dan andere jaren. Dus, u doet het elk jaar? Dat is geweldig. Dat is niet leuk bedoeld, hoor. Nee, dat begrijp ik. Volgens mij is het zo dat ieder jaar iedereen zijn eigen campagne voert en wij voeren hem ook. Vroeg ik niet? Nee, dat vroeg je niet. Nee. Er zijn, voor zover ik het allemaal weet als Kamerlid, geen speeches geschreven voor de minister. Het gaat ook niet heel makkelijk, dit gesprek, nee, hè? Weet je wat het punt is? Ik kom zo van de keuken hier dat ik inderdaad heel erg even moet omschakelen naar het gesprek. Het is wel een eerlijk antwoord. Eerlijk, ja. Ja. Nou, ik ben blij dat ik in ieder geval een antwoord geef wat ik nu nou nog zou hopen te geven. Ja, dat klopt. Sorry, ik kom net uit de keuken. Ja. Maar dit gebeurt nu niet meer. Je bent wel gegroeid, vind ik. Of jij bent minder geworden, maar dat kan niet. Nou, dus... minder geworden, misschien minder vervelend. Ik probeer dat natuurlijk nu nog steeds wel. En ik merk wel dat er een andere Buma tegenover mij staat. Ja, dat kan. Dat kan. Ervaring maakt dat je heel veel dingen al een keer hebt meegemaakt en dat je niet meer zo verrast bent over wat er gebeurt. En dat je toch wat makkelijker denkt, oké, even terug naar de grote lijnen en verder. Ja, maar ontspannender. Ja, dat zal zeker. Want er zit hier gewoon wel een soort van zenuwen ook op, merk ik. En dat het dan daardoor misschien... Had je die indruk? Ben je voor jezelf bang dat je deze taak die je nu hebt, deze baan die je nu hebt, dat die ook een keertje eindig is? Nou, dat is die.
daar ben ik niet bang voor. Ik hoop zeer dat er ook weer een moment komt dat ik met enthousiasme iets anders kan gaan doen. Ja. Logisch. Burgemeester, net als... Als mijn vader. Vader. Ja, theoretisch, ja. Ja. Heb je dat al wel een beetje uitgestippeld? Dat je heel graag ook hierna burgemeester zou willen zijn? Nee, ik heb niet een pad, een hierna. Mijn vak, dat vind ik ook, leent zich niet voor over jezelf na gaan denken over het hierna. Politiek slokt je 100% op. Terwijl dat vanuit geloofsovertuiging wel zo is, hè? Zeg eens. Dan denken over het hierna. Oh, het hierna maals. Nee, dat is hierna maals. Ja, ja. Ja, zeker, zeker. Want je hebt inmiddels natuurlijk ook wel, vind ik zelf, iemand binnen de partij die natuurlijk wel de goede opvolging zou kunnen zijn. Noem een naam. Dat is Hugo de Jonge. Hugo de Jonge, zeker. Dat vind ik wel echt. Ik bedoel, als het CDA, daar wel weet ik niet of dat nou de grootste wordt. Maar het is wel iemand waarvan ik wel meteen denk dat is een opvolger voor Mark Rutte. Ja, ja. Vind je dat eigenlijk vervelend als ik dat zeg? Nee, dat vind ik helemaal mooi. Want, ik noem namelijk niet Buma. Leuk. Dan. Oh, dat, ja, nee, dat... Ja, ja, doodzonde. Ja. Wil uitstappen? Ja, ja, ik stap uit. Ja. Je hebt 2 kinderen? Ik heb 2 kinderen, ja. In de leeftijd 20 toch zo? Ik heb een zoon van 21 en een dochter van 19. Ja, ja. Die zijn nu allebei uit huis sinds deze zomer. En welke fase is dit? Ik heb allemaal hele kleine kindjes. En dan zeggen ze altijd kleine kinderen kleine zorgen, grote kinderen grote zorgen. Hoe is dat in het christelijke gezin van de heer Buma? Nou, daar lost natuurlijk alles zich vanzelf op. Dat heb je ook wel. Alles fatsoenlijk. Alles fatsoenlijk, ja. Ja, ja. Ja, ja. Ik kan me namelijk ook voorstellen dat als je uit het gezin Buma komt, dat je dan ook, los van de bekendheid van papa, maar ook vanuit de christelijke gedachten, hoor je toch ook wel vaak dat ze er tegen af gaan zetten. Ja, maar ik ben zelf al niet heel erg leerstellig, zeg maar, opgevoed. Ja, ja. Je moet zelf denken. Ja. Dus, niet dit mag niet en dit mag niet en dit mag niet. Nou, zeker als je het hebt over geloof en je levensovertuiging, die kan je alleen maar zelf door je keuzes te maken bouwen. En je geeft kinderen iets mee. Ja. Maar ze moeten zelf ontdekken en zelf een keuze maken. Dat heb ik zelf ook al wel geleerd. Kijk, we gaan nu... We zijn bij de McDonald's. Nou joh, wat een gelukkig moment. Ja, is dat zo? Ja, mag ik in de ballenbak? Kom je daar wel eens op? Nou, zelden. Ja, maar weet je, het grappige is, zeker in campagnetijd kom ik overal waar snel eten te halen is. Maar let je wel op gezondheid? Nee, ik let wel op de gezondheid. Dus mijn gewone lunch is zeer bescheiden. Want ik denk ook wel dat qua het werk wat je doet, toch veel uur per dag, denk ik. Ja. Dan moet je toch opletten wat je eet ook, toch? Ja, ik ben in 2010, ik denk niet door jouw interview overigens, heel erg ziek geweest. Nee. Maar ik ben toen aan het eind van dat jaar, dat was het jaar waarin we het gedoe hadden met de coalitie met Geert Wilders en alles, een heel zwaar jaar. Ja. Toen ben ik heel erg ziek geweest. En achteraf is dat niet los van elkaar te zien. Dus ik weet... Maar wat voor ziekte? Ik had zo'n bacterie, zo'n... Meningokokken? Ja, zoiets. En die was echt wel heel erg bedreigend. Oh. En toen ben ik met spoed geopereerd en toen later besefte ik wel, oké, er is gewoon een grens, er is een grens. Dus ik let er wel op. Oh, maar had het te maken met de werkdruk ook? Nou, het punt is dat... Weerstand. Achteraf, ja, de weerstand. Dus het is niet zozeer één op één. Nee. Maar achteraf moet je wel zeggen, dat heeft Dort Kotok ook wel gezegd, van ja, je weerstand neemt af, je wordt vatbaarder voor dit soort dingen. En het... Dus het heeft er echt wel om gehangen toen? Ja, ja. Dus dat is wel een risico, ja, ja. Zo. Kijk of ze je herkennen. Ja. Hallo. Ja, dat klopt. Ken je deze meneer? Nee, dit is meneer Buma. Ik heb nou helemaal geen reactie. Ja, nee. Tot ziens. Dag. Als je nou een muziekje opzet, wat wordt het dan? Wat ik wel heel leuk zou vinden is Adele. Adele? Ja, lekker rustig. Doet me ook heel erg denken aan onze vakanties. Want dit is alweer een tijd geleden dat ze... Had ik nou niet gelijk gedacht eigenlijk. Nou, dat is ook altijd moeilijk in te peilen, hoor, wat iemand doet. En welke van Adele? Set Fire to Rain heb je die actie helemaal staan. Ja, hoe was het ook weer? Ogen op het verkeer niet. Nee, dat klopt. Ja, sorry. Dat was iets mee, maar ik ben het helemaal kwijt. Ja. Het zou wat zijn, want dan kan Hugo de Jonge het gelijk op overnemen. Ja. Dat zou ik niet om mijn geweten willen hebben. Ja, ik vind het echt mooi. Ja, is het mooi? Ja, vind ik heel mooi. En wanneer draai je dit dan? In de auto hebben we deze cd eindeloos met vakantie mee gehad. Maar
Ja. Hetzelfde leven, als je opnieuw mocht beginnen, weer zo doen? Ja. 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 Ik zou... Misschien dat ik nog... kijk, ik heb rechten gestudeerd. En mijn droom is altijd architect geweest. Maar ik ben gewoon... Ik word geen goede architect. Maar als ik de... laat ik zeggen, het talent had gehad om die kant uit te gaan... Dan was dat mijn leven geweest. Dus het is toch een beetje tweede keus, de politiek? Nee, niet politiek. Nee, even daar nog eerder. Je gaat een bepaalde richting uit. Als ik een pad had kunnen kiezen vanaf nul, omdat ik het kan, had ik een vak als architect of iets ergens heel mooi gevonden. Met de mens die ik ben en de capaciteiten die ik heb, daar leef ik mee. Ja. Doe ik het graag, vind ik het prima. Ik zou, dus wat ik net zeg, niet iets anders hebben gedaan. Nee. Voormalige collega Ger Kopman zegt het altijd zo mooi. Het is geen recht, het is een voorrecht. Ja, ja. Terwijl het ook best wel heftig is. Ja, jawel, jawel. Ja. Mensen zien je ook zo graag vallen. Dat lijkt me zo ingewikkeld. Je moet wel oog in je achterhoofd hebben. Aan alle kanten moet je zien waar de risico's zitten. Ja. Ja. Best vermoeiend. Ja, maar toch vermoeit het mij niet mateloos. En word je er achterdochtig van? Word je er paranoia soms misschien wel? Nou, laten we het meteen hoog inzetten. Nou. Nee, wat ik net zeg, je moet gewoon goed je ogen aan alle kanten open houden. Maar dat kan ik wel. Ja, ja. Daarom werkt het ook wel. Je moet alert zijn op wat er van onverwachte kant kan gebeuren. Dat hoort dan bij dat talent. Misschien, misschien. Ondertussen rijden wij dus over de oude gracht in Delft, hè? Ja. En dat is zo ontzettend mooi. Delft is zo'n mooie stad. Nou, eindbestemming. Ja. We zijn er. Nou, dankjewel Rutger. Ja, geen dank. Dat was een grote eer. Ja, wederzijds. Ja. Om met jou in de auto te rijden. Ja, ja. En dank voor de koffie. Dat we dat nou nog eens een keer tegen elkaar zouden zeggen. En voor het goede gesprek. En goede verkiezingen. Dankjewel. En we zien elkaar gauw. Tot ziens. Oké, dag. Bye.